Fiets het even, Trendwatch, ik ben hier bij Mobile World Congress 2016 en dan kom ik Ben Woldering tegen. Die zei, deze demo moet je zien bij AT&T. Een virtual reality bril, waarom moet ik dit zien? Nou, je krijgt hier een vooruitblik te zien van hoe een smart city eruit kan zien. Het commandocentrum waar ze alles in de gaten houden. En als er ergens met een waterpijpleiding iets aan de hand is, dan wordt dat zichtbaar. Ja, we kunnen hier meekijken op het scherm wat jij... I'm going to manage the smart city. Oké, dat is goed. Oké, ik zit hier in een mooie 3D-ruimte. En ik zit naar een scherm te kijken. De Water Facility, er is een cybersecurity response. Moeten we aan beginnen? En ik heb ook... Oh, een borderblok. Een borderblok. Maar ik moet iets doen. Een sandbox. Dit is wel een mooie helikopterride in een fantastische stad. Ik ben hier onderweg naar het probleemgeval. En dat ga ik fixen. Het is wel grappig dat je dan op een gegeven moment met een helikopter moet kijken of een sensor inderdaad gelijk had. Oké, nou, ik heb net even een Connected City gered. Allerlei problemen opgelost, met een helikopter gereden. Met een helikopter er naartoe gevlogen. Helikopter erheen gereden, Connected Car terug. Een beetje jouw auto zag eruit als die BMW hierachter. Ja, klopt. Dus, Nou, het zag wel uit als een nuttige demo. Ja, toch mooi om te zien hoe AT&T daarmee mee bezig is in Amerika om de steden een stapje verder te brengen. Ja goed, het gaat erom, ze proberen in beeld te brengen wat die technologie die ze nou eigenlijk aanbieden, wat je daar nou mee kan doen. Inderdaad, want ik bedoel, waarom zou ik nou inderdaad met een helikopter ergens heen vliegen en met een connected car terwijl overal sensoren zijn? Ja. Eigenlijk een beetje hinken op twee gedachten. Maar iedereen moet hier proberen iets te visualiseren van de technologie die ze maken. En normaal is dat gewoon servers die ergens op de achtergrond zitten te zoomen. En die moeten dan iets nuttigs gaan doen. En dat proberen ze hiermee te doen. En dat was in ieder geval een leuke demo. Ja, absoluut. Ja. Dus, zijn er nog meer leuke dingen die je gezien hebt hier op de beurs? Ja, er is een horloge gelanceerd door Deutsche Telekom met Will.i.am. Dat horloge is heel vet, want dat iOS... Is helemaal op voice gebaseerd. Dus je kunt gewoon praten en je krijgt gewoon direct feedback terug. En er wordt een verzameling van gegevens gebundeld. Dus op Yahoo wordt gekeken, op Google wordt gezocht, naar reviews wordt gekeken. En, maar je zegt de voice interface werkt echt? Werkt echt goed. Dus gewoon live on stage ging Will.i.am demonstreren. Ja, maar het is niet, je zegt iOS, maar het is niet iOS. Het is geen Apple, het is gewoon een Android Watch of zo. Of wat ik bedoel een eigen OS. Okay. Ja. Dus geen Android, geen iOS. Een eigen OS van Deutsche Telekom samen met die Will.i.am. Ja, en nog een Amerikaanse partij. Okay. Nou, dan gaan we daar dus ook even kijken. Van, waarom ben je hier eigenlijk? Waar ben jij nou op zoek? Ik ben al voor de 10e keer denk ik hier op het MWC. En, elk jaar is dat toch wel zo'n moment dat je eventjes alle ontwikkelingen bijeengebracht ziet hier in Barcelona. Dus een hele mooie kans om in één keer te zien wat er allemaal gebeurt. Wat vond je van de 5G-demo bij Ericsson? Dat was gaaf. We hebben op het nieuwe kantoor van ons een 1 gigabyte up-and-down glasvezelverbinding. Gigabit. Ja, een gigabit precies. Yes. En, ik zag nu een demo van jou met 5G. En, 25 gigabit. 25 gigabit. Ja. 250 keer zo snel als 4G en dus inderdaad 25 keer zo snel als jouw 1 gigabit verbinding met glasvezel. Ik heb thuis maar 500 megabit up and down, maar je hebt dus al 1 gigabit up and down. Ja, maar dit was een demo opstelling dan die we hier zagen van 5G. Ja. Ik ben zeker benieuwd wat daar gaat gebeuren. In Groningen gaat een test plaatsvinden met 5G. Een demo opstelling de komende paar jaar tussen KPN, Agentschap Telecom, Huawei. Nog een aantal. De wijsheid komt hier uit Groningen. Nou, IoT is ook toch gaaf om dat dan hier even in praktijk al. Daarom, dus dat gaat snel. Hey, IoT is ook groot, hè? Iedereen praat over IoT, allerlei sensoren gaan naar miljarden sensoren. Heb je daar nog wat interessants gezien? Ja, dat de wine-kaart van Ericsson, dat was gaaf. Al die sensoren van in de grond, alles bij de grond bijhouden, al het vervoer in de fabriek alles bijhouden. En daarna alles afleveren, elk individueel tracking en tracing. Elke wijnfles wordt individueel getrackt en getraced met IoT. Precies, precies. Ja. En het bushokje niet te vergeten. Ja, het bushokje. Ja. Wat vond je leuk aan het bushokje? Nou ja, daar liet Ericsson eigenlijk zien hoe het bushokje van de toekomst eruit kan zien. Dus met de reclame die we allemaal kennen. En de bushokjes die niet interactief is, maar waar je op deze manier gewoon interactief kunt gamen. Ja. Maar ook, wat mooi is, dat bushokje hangt er vol met sensoren. Dus we zagen net dat in hal 2 het CO2-gehalte behoorlijk slecht was. Dus, maar dat werd dan allemaal gemeten door de sensoren in het bushokje. Dus zo kan een stad eigenlijk
qua pollution in kaart gebracht worden. Je hebt dus bij Samsung die leuke virtual reality demo met 5000 mensen meegemaakt. En je hebt ook zelfs een bril van, wat denk je, in 3D tv kijken is mislukt. Wordt dat virtual reality wel wat? Ja, ik geloof daar zeker in. Als je zag hoe Mark Zuckerberg ook die nieuwe camera demonstreerde met die 360 graden opnames. Ja. Is heel, heel vet. En als je dat dan in de toekomst ziet met die virtual reality bril. Als je dan ergens niet bij een feestje bent, dan hoef je daar niet voor te schamen, want je bent er alsnog bij. Ja, oké. En dan wordt het echt gaaf. Oké, dankjewel Ben. Nou,